Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera staat Gerard en wij zijn vandaag op de Klaas Roadshow. Weet je zeker dat we goed zitten, Victor? Ik zit even te kijken. Nou Gerard, we hebben Klaas eindelijk gevonden, want deze is wel groen. En hiermee schuif je de boom in en uit. Ja. Ik denk dat ik maar een rondje moet proberen, ja. Zo, die zit. We zullen eens even proberen op te pakken. Even kijken, neutraal. En erachter op de pook. De bediening van de derde functie. Achteruit. Eigenlijk heel makkelijk. Nou, het leuke van deze Klaas is, de mast heeft eigenlijk drie functies. Je kunt de mast omhoog uitschuiven, manueel. Dat doe je eigenlijk gewoon handmatig, zeg maar. Oké. Tegelijkertijd omhoog doen en dat hij uitschuift. Maar het is wel, omdat het manueel is, moet je hem zelf terugschuiven en laten zakken. Nou, Klaas heeft deze handeling iets versimpeld door het volgende. Je kan hem omhoog doen, uitschuiven. Dan kan ik hem laten zakken en automatisch schuift hij de mast in en behoudt hij de klem, zijn positie. En dan hebben we nog een derde functie, dat hij omhoog gaat, uitschuiven. En uiteindelijk als hij omhoog gaat en uitschoven is, dat hij ook automatisch weer intrekt, zonder dat ik er zelf en hoef je doen. Nou, ideaal als jij veel dezelfde handelingen moet doen. Nou, dat hebben ze best goed gedaan bij Klaas. Het is wel even wennen trouwens met die drie functies op die pook. Eén is namelijk voor vooruit achteruit. De andere is voor de derde functie. En de derde is eigenlijk voor de uitschuiven van de mast. Dus af en toe zit je wel eens in de verkeerde te drukken. Victor Verrijk BV is nog ver weg. Vond je dit ook een hartstikke leuk filmpje? Geef hem even een dikke duim en een reactie hieronder. Maandag, dinsdag en woensdag gaat de Klaas Roadshow door en we zullen aan het eind van het filmpje even vermelden waar dat deze plaats gaat vinden. Ik zou zeggen, tot volgende week. Wij hebben zoveel Friese grappen gemaakt, hè, toen we hier toe aan het rijden waren. We kunnen het eigenlijk niet maken om het te doen, maar zullen we er gewoon eentje doen? Eentje maar. We kunnen een heel boek vol schrijven. Ja, doe gewoon eentje. Eentje gewoon wat kan. Oké. Nou, dat is die Klaas Xerion, die cabine kun je omdraaien en kun je een beetje van het dwars zetten. Dus eigenlijk is het gewoon een Friese trekker. Dat was eigenlijk... En dit is het moment dat de lachband moet worden. We monteren er gewoon in. Top.